Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brachten donderdag 31 augustus een bezoek aan onze streek. De rode draad in het bezoek was de transformatie die de regio ondergaat. Het koninklijk paar legde het bezoek af in bijzijn van John Berends, de commissaris van de koning van Gelderland. Het streekbezoek begon in de gemeente Nijkerk in het buurtschap Appel. Daar spraken ze onder andere met vrijwilligers van het Appelpad, een van de vele klompenpaden die Gelderland en Utrecht kennen. Het koninklijk paar vertrok daarna naar Barneveld, waar het een bezoek bracht aan het Poultry Expertise Center. Dat is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de pluimveesector. Daar kregen ze een rondleiding langs kuikens en leghennen en voerden ze 3 korte gesprekken met specialisten op het gebied van voedselproductie en het ging over de uitdagingen die daarmee samenhangen. Vervolgens ging de reis weer snel door naar Scherpenzeel, waar ze ontvangen werden door burgemeester Marieke Teunissen-Willemsen. Het koninklijk paar nam daar, tot vreugde van het toegestroomde publiek, ook de tijd om wat handen te schudden. En nog meer. De koning en de koningin hebben selfies gemaakt met belangstellenden. Maar het belangrijkste was dat ze gesprekken hebben gevoerd met 4 vrijwilligersorganisaties. Dat deden ze in Huis Scherpenzeel, op een heel mooi iconische plek. En Huis Scherpenzeel staat in het park en dat is echt het centrale punt van ons dorp. Waar is er alles eerder geweest? Het koninklijk paar niet, nee. In 1979 is toen nog prinses Beatrix met prins Klaus in Scherpenzeel geweest. En dat is bij mijn weten de laatste keer. Dus er werd wel weer eens een keertje tijd. Wij zijn heel blij dat we ze mochten ontvangen. Een schitterende locatie en de nodige mensen op de been ook. Ja, er was veel belangstelling, dat klopt. Ja. Scherpenzeelers zijn ook best wel koningsgezind. En dat is heel erg leuk natuurlijk, om dat te kunnen laten zien. Mevrouw, heeft u hier lang staan te wachten? Ja, ik stond hier om 10:15. En wat vond u ervan om ze in het levende lijf te zien? Ja, wel heel leuk. Ik had er niet op gerekend dat het nog zo rustig was toen ik kwam. Dus het viel me mee dat ik vooraan kon staan en ik heb ze beiden een hand kunnen geven. Dus dat vond ik wel heel leuk. Dat was iets waar ik niet op gerekend had. En gaat u nu ook nog wachten totdat ze weer voorbij komen? Nou, daar twijfel ik nog over. Want ik sta natuurlijk al best wel lang, al bijna 2 uur. Dus ik zie het nog wel even wat ik doe. Zo mevrouw, u heeft ze ook een hand mogen geven? Ja, heel bijzonder om mee te maken. Ik trilde nog gewoon van. Echt heel, heel leuk. Ja. En hoe lang stond u hier al? We waren hier 9:10. Zo, u hebt dus al 2 uur staan wachten. Als ja, ik het zo... ruim. Ja, we hebben koffie meegenomen en met z'n drieën. Ja, was echt de moeite waard. We wilden ze zo graag ontmoeten. En het is gelukt? Ja, namens mijn collega's van Santé, want ik had morgen een ochtenddienst in de thuiszorg. En die hebben ze opgelost zodat ik hier naar het park kon om koningin Maxima te ontmoeten. U bent een echte fan van het Koningshuis? Nou, een beetje wel, ja. Wij reden net met de bus achter het Koninklijk Huis aan. En toen zagen we toch nog een paar boeren staan met een omgekeerde vlag. Wat vond u daarvan? Dat wisten wij ook niet, nee. Maar wat vindt u? Hoort dat? Wij zijn erg voor de boeren hier, hè? Wij zijn wel erg voor de boeren, ja, maar... Je mag de koning zien, toch? Ik weet niet wat ik erop zeggen moet. Nee, vind ik lastig. Als ze hadden voor vandaag wel de vlag om kunnen draaien. Ja. Vandaag had hij gewoon normaal vandaag moeten hangen. Vandaag had hij gewoon moeten hangen, ja. Voor de koning en de koningin, ja. Ik begreep dat het een soort vreedzaam protest was. Er was geen obstructie of iets dergelijks. Dus, en het is heel goed, hè, dat de boeren er zijn en dat ze zich laten zien. U heeft er niet zo'n probleem mee? Nee. Wij bestaan bij de gratie van de boeren ook, hè, in onze regio. Ja. Mevrouw, uw dochter zit binnen, heb ik vernomen. Ja, dat klopt. Ja. En wat is ze daaraan doen precies? De koning en de koningin zijn hier natuurlijk voor de vrijwilligersorganisaties. En Platteland Anders, die heeft een project dit jaar gedaan met de scholen. En alle scholen uit Scherpenzeel hebben daaraan meegedaan. En 2 kinderen van deze scholen mochten daarbij aanwezig zijn. En mijn dochter Eloïse is de gelukkige. En hoe oud is ze? 11. Vond jaar. Ze het spannend? Een beetje spannend vond ze het wel, maar ze zag er heel erg naar uit. De moeder ook. En de moeder ook. Ja. Je hebt net de koning en de koningin gesproken. Hoe was het? Leuk. Ja. Wat hebben ze aan je gevraagd? Welk kunstwerk van mij was. Ja, want wat hebben jullie gedaan dat jullie met de koning en de koningin mochten spreken? Wij hebben het project Vreemde Vogels hebben wij een kunstwerk gemaakt voor langs de fietstocht. Vond je het spannend? Ja, op het begin wel een beetje, maar als je aan de tafel zit dan
niet echt heel meer. Dan valt het wel weer mee. Ja. Ja? Waren ze aardig? Ja. En zou je het nog een keer willen doen? Ja hoor. Na Scherpenzeel ging het koninklijk bezoek door naar de gemeente Ede. Voor aanvang spraken wij al even over het bezoek met burgemeester René Verhulst. De koning en de koningin leggen streekbezoeken af. En dit keer is de Gelderse Vallei aan de beurt. Ik hoorde dat een paar maanden geleden van de provincie. Die kwam ook met de vraag, zijn jullie daarvoor in? Heb ik gezegd, en ook met de collega's, ja natuurlijk zijn wij daarvoor in. En er komt een mooi programma. Dat programma is een overleg, provincie, koninklijk huis, gemeente, bij elkaar gezeten. Wat zijn de thema's? Bij ons is dat de wijk Enka, de transformatie, hergebruik. Woongebied geworden, eerst een oude fabriek, de mensen die er werkten, het onderwijs, hoe gaat dat? En sport is het tweede thema in Ede, bezoek aan DVO in Bennekom. Is het succes van DVO mede bepalend geweest voor de keuze? Nou, de korfbalsport speelde wel een rol en DVO doet dat natuurlijk echt gewoon op nationaal, bijna internationaal niveau ook. En de koning en de koningin vonden dat erg interessant, ook omdat het vooral een sport, een familiesport is, hè? Man en vrouw, nou, heel vaak ook de kinderen en ze wilden dat eens met de eigen ogen zien. Is het nog een beetje spannend voor uzelf? Nou ja, eigenlijk wel. Waar ik me dan nog het meeste druk om maak is het weer. En dat is natuurlijk hetgene wat ik niet kan beïnvloeden. Hè? Dus de andere dingen, daar heb ik alle vertrouwen in dat dat goed loopt. Maar ik denk dan aan het weer en ik moet niet verkouden worden of zo. Extra kappertje of een extra mooi pak? Ja, dat heb ik gelukkig wel in de kast hangen, dat pak. Aan mijn haar dacht ik niks meer te doen. Dus nee, daar doe ik eigenlijk niks aan. Beetje Nivea. Hoe was het? Ja, nou ja, iedereen was ontzettend enthousiast in de Enkawijk. Heel veel mensen, heel veel Edenaren die kennis hebben kunnen maken met het koninklijk paar. En daar namen ze ook de tijd voor. Kon ons verhaal mooi kwijt. Hè? De Enka vroeger, de koning vertelde ook aan een oud Enka-medewerker die erbij was, dat hij toen hij een jaar 25 was, bij die sluiting ook was geweest. Bij de discussie daarover in de jaren 90 en zo. Dat had echt heel veel indruk op hem gemaakt. Ja, de school was natuurlijk heel mooi, die in het oude kantinegebouw zit. Het poortgebouw, waar prachtige appartementen in zitten. Dus zo heeft men een goede indruk kunnen krijgen van de Enkawijk. En ook de mensen die er waren. Dus, en het weer werkte ook mee. Hè. Dat was mijn grote zorg. Hè. Je zal maar net een stortbui hebben. Maar de laatste bui trok net over. Ik miste toch wel eventjes het Wilhelmus zingen van alle kindjes. Of lag het aan mij? Kon ook allemaal niet, mocht ook allemaal niet, vonden sommigen. Het was een streekbezoek, het is geen Koningsdag. Maar de kindjes waren wel allemaal onder de indruk en daar hebben ze ook aandacht aan kunnen geven. En toen naar Bennekom natuurlijk, waar nog even een korfbalwedstrijd is gespeeld tussen team Alex en team Maxima. Jouw momentje met de koning en koningin zit erop. Yes, dat klopt. Was het spannend voor je? Ja, ik vond het wel een beetje spannend, maar het was ook heel erg leuk. Jij bent volgens mij heel erg druk geweest met de voorbereidingen, klopt dat? Dat is waar. Vanaf wanneer ben je ermee bezig geweest? Ik denk dat we nu 3 maanden bezig zijn. Wat voor activiteit heb je ze laten zien? We hebben de G-korfbal laten zien, dat is ons gehandicapte team. En we hebben de kangaroes laten zien, maar ook onze oude ereleden en de selectie. Nog even terugkomend op de NK. Ik zag u op het eind even stilstaan bij het bord. Wat stond daarop? Daar staat het nieuwe station op. Dus ik heb ook even verteld over het nieuwe station en de houten kap, de echte Veluwe kap. En dat natuurlijk de NK-wijk ook mooi aansluit op het station. En voor Ede een belangrijke ontwikkeling. Nou, dat vonden de majesteiten, zoals je moet zeggen, ook heel mooi. Het was een geslaagde dag. Een prachtig streekbezoek en in het bijzonder de NK-wijk en DVO in het zonnetje. Na de gemeente Ede werd de dag afgesloten bij de studentenvereniging SSRW in Wageningen. Daar werden ze ontvangen door burgemeester Floor Vermeulen. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder om dat hier in Wageningen te doen. De plek waar ook heel veel studenten werken aan de toekomst van voedsel. Dus de manier waarop wij onze aarde blijven voeden. En daar hebben we natuurlijk in Wageningen zelf ook, doen we het goede voorbeeld. Hè, met initiatieven als de streekmarkt of vleesvrije vegetarische hapjes of eten.
Nou, dat is echt het begin. Dat hebben we hier ook laten zien. Maar ook met die studenten zijn we echt doorgepraat over ja, wat kun je nou bijdragen, ook in de toekomst, aan de voedseltekorten die er ook zijn. En meer het voedsel ook eerlijk verdelen tussen de mensen en over de wereld. En ook zorgen dat je gezond blijft eten, waardoor je ouder wordt en ook gezond ouder wordt. Dat waren allemaal dingen die besproken werden in die korte zeker tijd. Ja, en ook hoe studenten eigenlijk hier in Wageningen student zijn, hè? Dus hoe gaat het met ze? Krijgen ze hun portemonnee? Gaat dat nog een beetje met studiefinanciering? En kunnen ze het allemaal betalen? Dus daar is ook over gesproken. Kemi, jij was net een van de gelukkige studenten die met de koning en de koningin mocht praten. Ik geloof ja, met Maxima, hè, als ik het goed ja, zag. Ja, klopt. Hoe was dat? Ja, echt heel leuk. Ze is een hele welbesproken vrouw, vond ik. En ze is ook heel erg ingelezen. Ze was heel informatief. Ze wist over alles waar wij het over hadden, wist ze wel ook iets te zeggen. En ze had ook over haar eigen stichting. Volgens mij de DAS. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het was wel heel leuk om te doen. Vond je het spannend? Ja, heel erg. Ik begon helemaal te blozen voor mijn gevoel. Ik was echt helemaal warm toen ze kwam en ik dacht, oh, nu weet ik even niet meer wat ik moet zeggen. Maar zij begon het gesprek heel makkelijk. Hoe lang van tevoren wist je eigenlijk al dat je Maxima ging spreken? Wij wisten dat pas maandag. Want toen werden de groepen ook echt bekend naar welke onderwerpen zij zou gaan. En voor de rest wisten we eigenlijk daarvoor nog niet helemaal zeker met wie we zouden praten. Maar ik was wel blij dat het Maxima was, moet ik zeggen. Iets minder druk. Of nou, dezelfde druk, maar wel makkelijker om te praten, dacht ik. Moest je hier eigenlijk voor opgeven? Nee. Iedereen hier is eigenlijk op een andere manier hier gekomen. Sommigen zijn door hun studentenverenigingen voorgeschreven. En ik ben hierbij gekomen omdat een vriendin van mij het bestuur van Vesten doet. En ze zochten nog één iemand. En toen zei ze, zou je dit leuk vinden om te doen? Ook omdat ik dan voor het Rode Kruis veel bezig ben met studentwelzijn. Dus daarom. In de ochtend was de persbriefing hier en nou ja, om 2:50 hebben we het koningspaar hier mogen ontvangen en zijn er gesprekken geweest. Waarom zijn ze naar jullie toe gegaan? Ja, ze wilden heel graag tijdens het streekbezoek met studenten in gesprek gaan. En daarvoor zijn ze locaties gaan scouten en toen kwamen wij naar voren. En ja, daar waren wij natuurlijk heel erg vereerd om. Eerst meerdere gesprekken gehad en pas later hadden we door dat het om de koninklijke echtpaar ging. En zeker toen we dat hoorden, zijn we alle zeilen aan dek gegaan om dit mogelijk te kunnen maken. Nu staan studentenverenigingen niet altijd bekend om hun, nou, laten we zeggen, opgeruimdheid en hygiëne. Hebben jullie flink moeten poetsen om het voor elkaar te krijgen vandaag? Natuurlijk hebben we wel een gedeelte schoongemaakt. En we kregen ook hulp vanuit de provincie. Maar met z'n allen samenwerken hebben we dit hele mooie resultaat neergezet. Ik weet van de koning en de koningin dat ze het een hele mooie dag hebben gevonden. Echt een regio ook midden in Nederland, maar ook midden in alle ontwikkelingen waar we in ons land mee te maken hebben. En met die universiteit en al het bedrijfsleven in de rest van de regio en in Wageningen. Nou ja, dan staan we echt op de kaart. We sluiten met een goed gevoelde dag af in Wageningen. Absoluut. En de zon. Dat is ook heel belangrijk.